Hi, welkom. Welkom bij Rechtspraak Review. Tijdens deze serie video's ga ik een aantal uitspraken met je bespreken. En vervolgens ga ik je laten zien hoe je ermee in de praktijk moet omgaan. Laten we maar beginnen. Hi, welkom bij de eerste aflevering. Vandaag hebben we een speciale gast. Die komt er zo aan. Hij gaat de feiten met je bespreken en ik ga de juridische aspecten precies uitleggen. Dus met andere woorden, hij gaat de situatie omschrijven zodat je een beeld hebt hoe het precies werkt. En vervolgens laat ik je zien hoe het juridisch precies zou moeten werken. Heb je vragen hierover of loop je ergens tegenaan? Dan kan je ons gerust die vraag stellen. Laten we maar beginnen. Ik ga hem nu erbij halen. Oké. Ja, ik was net aan het trainen en je haalt me even in. De situatie ziet er als volgt uit. Ik heb een domein en domein heb ik al een tijdje. En iemand wil dat ik gewoon het domein nou ga overdragen. Maar de vraag is, moet ik dat wel doen? Wat vind jij? Of hoe moet ik ermee omgaan? Mijn vraag is van hoe moet ik een soort situatie doen? En dus hoe zit het als iemand een merk erop heeft? Want ik heb het even nagevraagd, of in ieder geval uitgezocht, dat diegene geen merkhouder is. Dus kan je mij meer daarover vertellen? Dus de vraag die we hierbij moeten stellen is dat als jij een domeinhouder bent, wanneer moet je het eigenlijk overdragen? Nou, de Hoge Raad, of in ieder geval de Hoogste Recht in Nederland, heeft bepaald dat er zijn bepaalde situaties wanneer je een domeinrecht moet overdragen. En dit is het geval als jij een overeenkomst hebt met iemand, dus met andere woorden, jullie hebben bepaalde afspraken gemaakt waarbij jij de overeenkomst moet overdragen of je handen onrechtmatig. En er zijn verschillende situaties waarbij jij kan denken als het gaat om onrechtmatig. Maar in deze video gaan we in op onrechtmatig als het gaat om domeinnaamkaping van iemand die een merkrecht heeft. Als je slim bent en je hebt een merk opgebouwd, dan is het handig om die merk te registreren. Heel veel mensen doen dat niet omdat het prijzig is, maar dat is dom. Maar in ieder geval, als je een bepaalde domeinnaam wil, registreer gewoon een merk. Want dat is gewoon een goede investering en hiermee voorkom je kosten. Maar los van dat, laten we ingaan op merk. Stel je voor, ik heb domeinnaam van Apple en Apple wil het. Of domeinnaam van Microsoft of wat dan ook en Microsoft wil het. De vraag die zij zichzelf moet stellen is, ik heb domeinnaam. Handel ik onrechtmatig als ik domeinnaam gebruik? En wanneer is dat het geval? Als jij bijvoorbeeld dezelfde soort diensten of producten aanbiedt en consumenten hebben het gevoel dat het van die merk is. Dus dat is een situatie waarbij jij onrechtmatig handelt als jij een domeinnaam hebt. Maar als jij een domeinnaam hebt en je doet er niks mee, prima. Kijk, domeinnaamrecht is niet in de wet geregeld. Maar ze hebben heel veel uitspraken hierover waarmee jij voorzichtig moet gaan in de praktijk. Dus als ik een, het komt eigenlijk erop neer wat jij zegt. Dus als ik een domeinnaam al heel lang heb en iemand heeft merk erop en vervolgens komt hij op een aanvraag indienen bij mij om de domeinnaam te kopen. Of in ieder geval een verzoek indienen om de domeinnaam over te dragen. Kan ik gewoon nee zeggen puur omdat ik geen inbreuk maak op zijn merkrecht. Dat komt eigenlijk erop neer. Maar als ik wel inbreuk maak, dus met andere woorden, als ik gewoon rechtmatig ga, dus als je dat zegt, dan klopt het weer wel. Oké, kijk, wat jij het beste kan doen is gewoon domeinnaam registreren en niks meer ermee doen. Als jij in die situatie domeinnaam wil verkopen aan een merkhouder of iemand die een merk heeft, dan is het handig om het te registreren en niks erop te zetten. Gewoon mensen de mogelijkheid bieden om het te kopen. En zorg ervoor dat jij niet onrechtmatig handelt. En je moet ook ervoor zorgen dat jij niet aan een domeinnaamkaping doet. Wat dat precies is, dat leg ik precies in een andere video uit. Hou er rekening mee dat je voorzichtig moet zijn. Dus zo zie ik het. Dus in de praktijk is handig dat jij gewoon domeinnaam registreert en mensen de mogelijkheid bieden om domeinnaam te kopen. Zolang je maar geen product of service aanbiedt die inbreuk maakt op het recht, op het merkrecht van iemand anders of in ieder geval onrechtmatig handel. Dus let daarop. Kijk hoe ik precies werk is het volgende. Ik ga meestal gewoon naar Ubersuggest en ik kijk welke zoekwoorden mensen het vaakst opzoeken. En volgens aan de hand van dat registreer ik dat als domein. En ik moet wel dus vanaf nu rekening houden met het merk van andere mensen. En als ze geen merk geregistreerd hebben of wat dan ook, dan is er niks aan de hand. Oké, we zijn gekomen aan het einde van deze video. Hem hebben we niet meer nodig. Heb je vragen over domeinnaamrecht of loop je ergens tegenaan of heeft iemand jouw domeinnaam gekaapt? Of
Wil jij je merkrecht registreren of wat dan ook? Neem gerust contact met mij op. Tot in de volgende video.